toen nog een tijdje terug waren de collega's van mij, agrariërs, en die gingen op bezoek bij een politicus. Er werd niet in dank afgenomen. Maar het is nu, even kijken, het is iets over 6. En ik ben nu in Den Haag. Ik ben precies om 4:30 vertrokken uit het prachtige Veluwe. Allemaal Veluwse producten. En we gaan vandaag eens proberen een man die op de 47e plek staat, die de hele week campagne heeft gevoerd, om hem vandaag eens van zijn bed te lichten. Met een prachtig maatje van mij hier. Met een, ja, wat heb je bij je? Een jachthoorn. Een jachthoorn. En dus we gaan hem eens even wakker roepen. En dan gaan we kijken hoe hij reageert. Daar ben ik zo benieuwd naar. Want weet je, politiek is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het is eigenlijk 24 uur. Dus we gaan eens kijken op die 47e plek, hè. Staat hij, als hij dat aan kan. Een man die op de 47e plek staat, die campagne aan het voeren is. Ik lag mijn bed. We dachten van, we gaan gewoon eens even een ontbijtje brengen. Een ontbijtje brengen? Ja, dat heb je wel nodig. Ik knetter gek zo hier. Ik dacht, ja, ik kan er niet alleen. Nee. Dus dat begrijp je zeker wel. Nee, dus, ik kan niet alleen. Nee, nee. Dus ja, daarom doen we dit een beetje samen. En nou, hebben we een mooi pakketje meegebracht voor je. Met allemaal productjes. Dus een lekker ontbijtje. Hoe laat ben je dan weggegaan? 4:30. Ja, het is natuurlijk super leuk en weet je, je kunt geen weerstand bieden aan zwier als die bij je aan de deur belt. En laat ik het zo zeggen, als het iets bijdraagt dat jagers en schutters doorhebben dat ze op nummer 47 van het CDA moeten stemmen om ja, ook een beetje hun belangen veilig te stellen, dan had ik ook nog wel om 5 uur mijn bed uit willen komen.